The subject of our discussion today is what amounts to a crucial transformation. Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is iets wat opbouwt tot een cruciale verandering, transformatie. This is something that, as we'll see, we read in particular at the beginning of Exodus chapter 6. Dit is iets wat we in het bijzonder lezen aan het begin van hoofdstuk 6 van Exodus. But it's not something that only relates to then. And then, as we'll see, it has dramatic implications for us. Maar we zullen zien dat dat niet alleen iets te zeggen heeft over hen, de betrokkenen, en op dat moment, maar het heeft ook ons iets te zeggen. And it really amounts to just two verses that will be the principal focus of our discussion today. En vandaag gaat het slechts om twee versen waar we de focus op zullen leggen. Although, as you can imagine, we'll have to consider those verses from a number of angles and in the light of many other verses in the Bible. Maar zoals u zich kunt voorstellen, zullen we die versen dan wel vanuit verschillende invalshoeken behandelen. En daarbij zullen we natuurlijk ook een heleboel andere teksten raadplegen. But before we get to these two verses, it's important for us to consider their background in chapter 5. Maar voordat we die twee versen gaan lezen en behandelen, moeten we iets weten over de achtergrond. En die begint in Exodus hoofdstuk 5. Now, we read in chapter 5 the very distressing story of what happened after Moses came before Pharaoh. We weten vanuit Exodus 5 het verontrustende verhaal van wat er gebeurt nadat Mozes voor het eerst bij de farao is geweest. Things not only didn't get better, they got much, much worse. Het is niet alleen zo dat de dingen niet beter werden toen, maar ze werden zelfs veel slechter. The straw that was a crucial ingredient in the bricks that Israel was required to produce is no longer being provided. They need to go and gather the stubble on their own. Het stro wat een ingrediënt is voor de bakstenen die de Israëlieten verplicht moesten maken, werd niet meer geleverd en ze moesten zelf stoppels verzamelen. And they still need to deliver the same number of bricks. Terwijl ze nog steeds hetzelfde aantal bakstenen moesten produceren. And in a way then, we can well understand the attitude of the officers from among the people of Israel in saying, in complaint, to Moses and Aaron in chapter 5, verse 21. En we kunnen dan ook de opmerking van de voormannen van Israël tegen Mozes en Aaron heel goed begrijpen, die we zien in Exodus 5, vers 21. May God look upon you and judge, because you have made our savior to be abhorred in the eyes of Pharaoh. We could probably render that more literally and more graphically as, you've made us stink, to give a sword, to put a sword in their hand to slay us. Mogen de Heere op u toezien en mogen hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren. Eigenlijk heel letterlijk dus, zegt hij, je hebt ons laten stinken voor de farao en zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. And so Moses in verses 22 and 23 returns to God specifically with two complaints. En zo keert Mozes terug tot de Heere met twee klachten. First complaint, the first part of verse 22. God, why have you dealt so badly, so ill with this people?
in vers 22, het eerste gedeelte, de eerste klacht. Waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Why are you doing this? Why are you making it worse? Waarom doet u dit? Waarom maakt u het erger? Second complaint. Why did you send me? En de tweede klacht. Waarom heeft u mij gezonden? Because as for me, verse 23, since I came to Pharaoh to speak in your name, he has dealt ill with his people. He has made things worse. Want, zo lezen we in vers 23, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao ben gegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En u hebt uw volk helemaal niet gered. And as for my first complaint, why have you treated the people this way? You haven't delivered your people at all. They're your people. En dat laatste, u hebt uw volk helemaal niet gered, verwijst natuurlijk weer naar de eerste klacht. Waarom heeft u dit volk kwaad gedaan? Het is uw volk. I think it's important for us to appreciate these complaints. Demand a response. En ik denk dat het goed is voor ons om ons te realiseren dat deze klachten wel om een antwoord vragen. These aren't egotistical complaints that this doesn't look good for my image. This is crying out to God. What are you doing? En dit is niet een kwestie van klagen over zijn eigen imago, wat Mozes doet. Hij vraagt zich serieus af, wat doet u God? Waar bent u mee bezig? Hoe kan dit? And inevitably there need to be answers to both of these complaints. En uiteraard moet er dan ook antwoord komen op beide klachten. As for the first complaint, why have you dealt ill with this people? You haven't saved them. En met betrekking tot die eerste klacht, waarom heeft u dit volk kwaad gedaan? U hebt hen helemaal niet gered. In the following verse, God said unto Moses, now you will see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land. Met betrekking tot die klacht zegt God in het volgende vers, in vers 24 tegen Mozes, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Now I realize that in some editions this is the first verse of chapter 6, in others the last verse of chapter 5. It doesn't make that much of a difference because, as we've noted, the division of all the books of the Bible, with the exception of the Psalms, into chapters is fairly late and not especially authoritative. But this is God's response, in any case, the first complaint. En voor sommige mensen zal dit inderdaad het laatste vers zijn van Exodus 5. Voor anderen het eerste vers van hoofdstuk 6. Dat haalt op zich niet zo heel veel uit. Want zoals we weten staat die versindeling niet in de originele teksten, maar is die vrij recent in de geschiedenis bedacht. Zeker die indeling in de psalmen. Maar in ieder geval is dit een antwoord op de eerste klacht. That is in response to the complaint. You've dealt so badly with his people and you haven't delivered them. You're going to see things now. Now you will see what I will be doing to Pharaoh. Dus met andere woorden, op de klacht, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? U hebt hen helemaal niet gered. Antwoord God, nou, vanaf nu ga je het wel zien. En ik zal hem met een sterke hand zal ik hem laten gaan. En door een sterke hand zal ik hem uit zijn land verdrijven. But again, there's also the personal complaint. Why did you send me? Maar dan is er ook nog die klacht die betrekking heeft op de persoon van Mozes zelf. Waarom stuurt u mij? You gave me a mission. And by all appearances, this mission has ended up, at least as far as anyone can see at this point, a complete, utter, dismal failure. U heeft mij geroepen en gestuurd en ik ben gegaan. En voor zover ik nu kan zien, voor zover nu zichtbaar is, is dit een totale, complete, uit de hand gelopen, mislukte missie.
Again, things have only gotten worse. Want nogmaals, de situatie voor de Israëlieten is alleen maar slechter geworden. Now this complaint also demands an answer. The question is, what is God's answer? En ook deze klacht verdient een antwoord. En de vraag is, wat is dan het antwoord dat God hem geeft? Because when we continue in this edition, it is chapter 6, verse 2. Again, the number here is inconsequential. The very following verse, we read an additional dimension of God's response to Moses. And we lezen in het opvolgende vers, en dat kan zowel Exodus hoofdstuk 6 vers 1 zijn als vers 2, afhankelijk van de versie die u gebruikt. Maar daar lezen we een stukje van het antwoord van God aan Mozes. It clearly implies that it is an answer to the complaint about Moses' mission, because it speaks specifically about what Moses' mission is. En het is duidelijk een antwoord op de klacht met betrekking tot Mozes' missie, omdat dat antwoord duidelijk gaat over wat Mozes' missie is. The question is, what is it saying? En de vraag is, wat zegt dat antwoord dan? So first let's read these words. Dus laten we deze woorden eerst lezen. God spoke unto Moses and said unto him, I am, well, in our translation, it's the Lord. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Althans, zo staat dat in onze vertalingen. I must admit that I am not especially fond of the translation as it is. Ik moet toegeven dat ik niet heel erg gek ben op de vertaling zoals die ons gegeven is. Because Lord sounds much like a title. And it's not a title, it's a name. Want Heere klinkt wel erg veel als een titel. En het gaat hier niet om een titel, maar om een naam. I much prefer translating this name as God. Ik geef er de voorkeur aan om deze naam te vertalen als God. But what's important for us to appreciate, since obviously the Bible doesn't say Lord or God, because the Bible is in Hebrew, is what word is being translated here. Maar aan welk woord we in het Engels of het Nederlands ook de voorkeur geven, het mogen duidelijk zijn dat het woord dat hier gebruikt wordt geen Heere is en geen God, want de Bijbel is niet in het Nederlands noch in het Engels geschreven, maar in het Hebreeuws. Dus welk woord staat daar dan? The word that's being translated, in short, is the Tetragrammaton, the holy name of God, of four letters. Het woord dat vertaald wordt met Heere is het Tetragrammaton, de vierletterige naam van God. In all these source sheets, we indicate the holy name with the Hebrew letter He, as opposed to writing it out, because due to the great sanctity of this name, we only write it in the holy books, and then with all of the precautions necessary to ensure that it will be properly treated due to its sanctity. In de bronbestanden die u ziet op het scherm als u meekijkt, ziet u die vier letters niet, maar een he en met een apostrofje erachter. Vanwege de heiligheid van Gods naam wordt zijn naam uitsluitend geschreven in de heilige boeken en niet op in dit soort bestanden. En dan worden er ook de voorzorgsmaatregelen genomen om op gepaste wijze met die heiligheid van die naam om te gaan. Besides our refraining from writing the name, we also don't say the name. Behalve dat we die naam niet schrijven, buiten de heilige boeken dus, spreken we de naam ook niet uit. First of all,
Because we don't know how to pronounce it. Ten eerste is dat zo omdat we niet weten hoe we die naam precies moeten uitspreken. As undoubtedly all of the Hebraic scholars are well aware, vowels in Hebrew may be indicated as the point system above or below the letters of the word themselves. In the Torah scroll, the vowels are not indicated in general. And with respect to the holy name of God, we don't know what vowels are associated with this name. So we don't know the pronunciation. Zoals de Hebreeuwse experts wellicht weten, kun je de klinkers van een woord, dus hoe het woord ook uitgesproken moet worden, met zijn klinkers aangeven met behulp van puntjes boven en onder de letters. En die staan wel in de boeken als je daar een Hebreeuwse tekst op naslaat, maar ze staan niet in de Torah-rollen zelf. Daarnaast is het zo dat met betrekking tot Gods naam weten we niet hoe die puntjes daar precies bij horen en weten we dus ook niet hoe de naam uitgesproken dient te worden. Second of all, probably the reason that we don't have the tradition anymore of how to pronounce the name itself was only used by the priests in reciting the priestly blessing in Numbers chapter 6 inside the Holy Temple. En naast dat, of een reden waarom het waarschijnlijk ook niet is opgeschreven en waarom het niet bekend is, is omdat die naam ook uitsluitend werd gebruikt door de priesters als zij de Aaronische zegen uit nummer 6 uitspraken binnen het tempelcomplex. So we're just noting this. This obviously is all included in the realization that when God introduces himself here to Moses, he uses that holy name, the ineffable name, the Tetragrammaton. En dit alles was dus een uitweiding op de introductie dat God zich hier voorstelt aan Mozes met zijn vierletterige naam en niet met een titel. And in the following verse, there is a very interesting comparison stated. I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord God, the ineffable name, the holy name of God, I made me not known to them. En in het volgende vers zien we een interessante tegenstelling. Daar staat, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam Heere, of eigenlijk de onuitgesproken naam, onuitspreekbare naam van God, ben ik hun niet bekend geweest. But I am, again, making that name known to you. And furthermore, you are going to be the medium through which that name becomes known, not just to you. In verse 6, wherefore say unto the people of Israel, I am the Lord God, the holy name. En zo maakt hij, God maakt zich dus met zijn naam bekend aan Mozes. En meer nog dan dat, hij zal ook het middel zijn, het medium zijn, waardoor die naam bekend wordt. Niet alleen aan Mozes, maar ook, zoals we in vers 6 lezen, aan heel het volk Israël. Dan zult u weten dat ik, de Heere, de naam van God dus, uw God ben. Likewise, in verse 7, you will know that I am the Lord, God, the holy name. And similarly, in the conclusion of the passage, in verse 8, the final words are, again, I am the Lord, God, the holy name, the Tetragrammaton. Okay, so in verse 5,
7 en 8 staan deze uitspraken verder ook. Dus dan zult u weten dat ik de Heere, de Godsnaam, uw God ben en ik ben de Heere, de Godsnaam. Now obviously our challenge is to understand what exactly is changing here. Dus het mag duidelijk zijn wat we proberen, waar we hier proberen achter te komen. Wat is er nu precies zo anders? In verse 3, it was a comparison between what is being revealed now and what was revealed to Abraham, Isaac, and Jacob. And we might well conclude then that Abraham, Isaac, and Jacob didn't know this name. They didn't know the holy name. They only knew God as God Almighty, in the Hebrew, El Shaddai. Als we kijken naar vers 2, dan staat daar die tegenstelling dat God aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen is als God de Almachtige, maar dat hij met zijn naam Heere, of de Godsnaam, niet bekend is geweest. En we zouden dus concluderen dat de aartsvaders God alleen maar bij zijn naam, God de Almachtige, of die titel, in het Hebreeuws El Shaddai, gekend hebben. En dat ze de Godsnaam zelf niet kenden. Well, we should certainly stress that these names, El Shaddai, God Almighty, do indeed appear repeatedly in the life and times of the patriarchs. En we moeten opmerken dat inderdaad die titel God de Almachtige, El Shaddai, meerdere malen voorkomt in het leven van de patriarchen. In Genesis chapter 17, in verse 1, God appears to Abraham and says, I am God Almighty, El Shaddai. In Genesis 17, vers 1 verschijnt de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, El Shaddai. In Genesis chapter 35, in verse 11, when Jacob is on his way back to the land of Israel, God says to Jacob, I am God Almighty, El Shaddai. En in Genesis 35, vers 11, als Jacob terugkeert naar het land, dan zegt God ook tegen hem, ik ben God de Almachtige, El Shaddai. It's not only the way God reveals himself to the patriarchs, it's also what the patriarchs themselves say. En dat is niet alleen de wijze waarop God zich openbaart aan de patriarchen, maar dit is ook wat de patriarchen zelf zeggen over God. We haven't mentioned yet Isaac, but in Genesis chapter 28, in verse 3, as Isaac is sending Jacob to his brother-in-law to look for a wife, Isaac says, verse 3, may God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be a congregation of peoples. El Shaddai, God Almighty. En we hebben het nog niet over Isaac gehad, maar in Genesis 28 vinden we Isaac die Jacob bij zich roept om naar zijn zwager toe te gaan, om daar uit de dochters iemand te huwen. En daar zegt Isaac ook tegen Jacob, en mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. En daar staat dus ook El Shaddai. Likewise Jacob, in Genesis chapter 43, when he reluctantly sends his sons back to the mysterious ruler in Egypt, he prays in verse 14, may God Almighty give you mercy before the man, El Shaddai. We zien dat ook Jacob deze naam in de mond neemt, als hij in Genesis 43 enigszins terughoudend is met het terugsturen van de broers naar die mysterieuze heerser in Egypte. Dan zegt hij in Genesis 43 vers 14, God de Almachtige, El Shaddai, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man. 17 years later, Jacob is on his deathbed in Egypt. In Genesis chapter 48, Jacob
says to Joseph in verse 3, God Almighty appeared unto me, El Shaddai. En 17 jaar later, als Jacob het einde van zijn leven nadert, dan zegt hij tegen Jozef in Genesis 48 vers 3, God de Almachtige is aan mij verschenen in Luz in het land Canaan en heeft mij gezegend. Weer El Shaddai. En in the following chapter, in Jacob's final blessings to his sons, to his beloved son Joseph, in verse 25, he states the blessing, even by the God of your father, and God here is El, who shall help you, and by the Almighty, Shaddai, who shall bless you. Again, even though they're not adjacent words, El Shaddai. En ook in het hoofdstuk erna, hoofdstuk 49 van Genesis, in vers 25, als Jacob de zegen uitspreekt over Jozef, dan doet hij dat door te verwijzen naar de God van je vader, die zal je helpen, en de Almachtige, die zal je zegenen. Waarbij God van je vader, daar staat El, en iets verderop staat Shaddai. En hoewel ze niet naast elkaar staan, staan wel beide woorden El en Shaddai in één zin. I'd like to continue this progression and consider all the other places where El Shaddai appears as the way Moses refers to God for the rest of the Torah. But there aren't any such places. En ik zou door willen gaan met alle plaatsen te bespreken in de Torah waar de naam El Shaddai nog meer wordt gebruikt door Mozes om naar God te refereren. Maar dat zal niet meevallen, want die plaatsen die zijn er niet. With just two exceptions, this is the list. These are the only places where we encounter the name Shaddai, rendered here as Almighty, in the five books of Moses. Er zijn slechts twee uitzonderingen nog waarin de naam Shaddai verder nog voorkomt in de hele Torah. Since you're probably curious about these two exceptions, they are indeed notable exceptions. It's not Moses speaking here. In Numbers chapter 24, these are the introductory words of Bilam in his blessings to Israel that he had hoped would be curses. En aangezien jullie waarschijnlijk nieuwsgierig zijn wat dan die twee uitzonderingen zijn, die zijn inderdaad ook wel interessant om te zien. We moeten daarvoor naar nummer 24. En het is niet Mozes die daar spreekt, maar het zijn de woorden van introductie van Bileam, die een vloek hoopt uit te spreken over Israël, maar het worden zegenende woorden. In Numbers chapter 24, verse 4, the saying of him who hears the words of God, El, who sees the visions of the Almighty, Shaddai. In Numeri 24, vers 4, hij die de woorden van God, El, hoort, spreekt, die het visioen van de Almachtige, Shaddai, ziet. And El Shaddai. In almost the same expression in verse 16, the saying of him who hears the words of God, El, and knows the knowledge of the Most High, who sees the vision of the Almighty. Again, Shaddai. En in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk vinden we nagenoeg dezelfde woorden. Hij die de woorden van God, El, hoort, spreekt. En die de kennis van de Allerhoogste, Shaddai, weet. Die het visioen, sorry, ik zeg het verkeerd. Hij die de woorden van God, El, hoort, spreekt en die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige, Shaddai, ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. So, to summarize, we might be thinking at this point that the question really is about which name
you know that the patriarchs and maybe also Bilam only knew the names El Shaddai, and God is teaching Moses a new name, the Tetragrammaton, the holy name of God. Dus om nog even samen te vatten, we zouden dus kunnen denken dat dat vers in Exodus 6 erover gaat dat Abraham, Isaac en Jacob en bijvoorbeeld ook Biliam God alleen maar kenden bij de titel El Shaddai, God de Almachtige, en dat op deze plek God nu een nieuwe naam aan Mozes leert, namelijk het Tetragrammaton, de vierletterige naam. Well, we might think that, but then we'd be wrong. We zouden dat kunnen denken, maar dan zouden we er behoorlijk naast zitten. We, in fact, encounter the Tetragrammaton repeatedly in the lives and words of each of our holy fathers and holy mothers. Want we komen het Tetragrammaton, die vierletterige naam, herhaaldelijk tegen in de levens, in de daden en de woorden van zowel de heilige voorvaders als de voormoeders. First of all, long before Genesis chapter 17, where God introduces himself to Abraham as El Shaddai, we read in chapter 15, verse 7, that God said to Abraham, I am the Lord, God, using the holy name, the Tetragrammaton. Want ver voor hoofdstuk 17, waar God zich introduceert bij Abraham als God de Almachtige, El Shaddai, lezen we in Genesis hoofdstuk 15, vers 7, dat God tegen Abraham zegt, ik ben de Heere, de vierletterige naam. And in chapter 12, even earlier, we read in both verses 7 and 8, immediately upon Abraham coming to the Holy Land, of his building an altar, a different altar, it would appear in each verse, unto God using again the holy name, the Tetragrammaton, and moreover, in verse 8, calling in the name of God, the holy name, the Tetragrammaton. En zelfs nog daarvoor vinden we in Genesis hoofdstuk 12, versen 7 en 8, Abraham die naar Kanaan trekt en daar aankomt. En dan verschijnt de Heer aan hem en hij bouwt daar een altaar voor de Heer, de vierletterige naam van God. En in het volgende vers, vers 8, daar roept hij zelfs de naam van de Heere, van roept hij uit of aan. I should note that this expression that we see here in verse 8, and we see it more than once in the lives of both Abraham and Isaac, calling in the name of God, is an expression that elicits a lively discussion, a disagreement, among the scholars. Ik moet daarbij opmerken dat die term de Heere, de naam van de Heere aanroepen, zoals dat in Genesis 12 vers 8 staat. En we komen die uitdrukking ook meerdere malen tegen in de levens van Abraham en Isaac. Deze uitdrukking heeft heel wat discussie uitgelokt onder de geleerden. My personal inclination is to side with the scholars who understand calling in the name of God quite literally. That is, Abraham was on a mission. He wanted to introduce God's name to as many people as he could. And so in his calling in the name of God, he's in fact introducing the world to God. To God by what name? By the holy name, the Tetragrammaton. It wasn't the secret. En ik ben persoonlijk ertoe geneigd om deze uitdrukking, de naam van de Heere aanroepen,
zo op te vatten, samen met de andere geleerden die daar zo over denken, als de naam van de Heere uitroepen. Heel letterlijk, Abraham was op een missie en hij wilde aan zoveel mogelijk mensen als hij kon de naam van God bekendmaken. Gewoon die vierletterige naam van God, dat was geen geheim. De hele wereld mocht dat weten. We see the same themes in the following chapter, in Genesis chapter 13, where in verse 4, again, Abraham calls in the name of God, and he builds an altar in verse 18 in the same chapter to God, in both cases, Tetragrammaton, God's holy name. En het volgende, hetzelfde zien we ook in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 13 van Genesis, vers 4, waar Abraham de naam van de Heere aanroept of uitroept. En in vers 18 van dat hoofdstuk bouwt hij opnieuw een altaar voor de Heere, de vierletterige naam. We'll note that since a major aspect of Abraham's strategy was to constantly bestow acts of kindness, of goodness upon people as means to introducing them to the author of all goodness. In chapter 21, verse 33, when Abraham plants a tamarisk tree in Beersheba, maybe the verse is referring to opening up an inn for wayfarers. Once again, he called in the name of God. And the name of God is, once again, the Tetragrammaton, the holy name. En Abraham had als strategie om de naam van God bekend te maken, dat hij voortdurend liefdevolle daden deed aan mensen om hem heen, om hen zo te introduceren tot ja, de goedheid van God. En zo vinden we in Genesis 21, vers 33, dat Abraham een tamarisk plantte in Beersheba. En we zouden dat kunnen opvatten als dat hij een soort herberg opende voor reizigers. En opnieuw lezen we daar, hij riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. De naam van de Heere, wederom de vierletterige naam, de naam van God. I'd like to call our attention in particular to Genesis chapter 22, the binding of Isaac. Because here, there is really no room for any alternative interpretation. In verse 14, Abraham called the name of that place God, Tetragrammaton, the holy name. We'll see, as it is said to this day in the mount where God, Tetragrammaton, will be seen. En ik wil in het bijzonder ook jullie aandacht vestigen op wat er in hoofdstuk 22 staat geschreven van Genesis, want daar is het echt niet te ontkennen. In vers 14 staat daar dan, Abraham gaf die plaats, de naam, de Heere zal erin voorzien, of de Heere zal zien. Waar de Heere in de grondtekst het de vierletterige naam van God is. En daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal hij zien of zal erin voorzien worden. Wederom de vierletterige naam van God. I should at least mention parenthetically which place Abraham was naming. I'm sure you remember this, but, well, review can't hurt. We read, of course, explicitly in verse 2, this was in the land of Moriah. En tussen haakjes vind ik dat ik hier toch even moet opmerken wat die plaats is waar in vers 14 over wordt gesproken. We hebben dat vaker behandeld, maar het kan geen kwaad om dat even te herhalen. We lezen in ieder geval in vers 2 dat die plaats Moriah, het land van Moriah, genoemd wordt. Specifically a mountain in the land of Moriah. En in het bijzonder is het een berg in het land van Moria. Where is that? En waar is dat dan? Well, we really should do an exhaustive survey of every place in the Bible where we encounter the word Moria. Nou, dat
betekent dat we toch minstens een onderzoek moeten starten om alle plaatsen te onderzoeken waar in de schrift de naam Moria voorkomt. But since there's only one other in the entire Bible. Maar aangezien er maar één schriftplaats is waar de naam Moria verder nog voorkomt. It's easy enough for us to read in the second book of Chronicles in chapter 3 verse 1. Then Solomon began to build the house of God at Jerusalem in Mount Moriah. Dus omdat het maar één plek is, is het voor ons niet zoveel moeite om die te lezen. En die plek is in 2 Kronieken 3 vers 1. Toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem op de berg Moria. So of course we're speaking of the Temple Mount in Jerusalem. Dus het gaat hier duidelijk om de Tempelberg in Jeruzalem. Again, for our purposes, the name, indeed the Yeru part of Jerusalem, as we've discussed on other occasions, comes from Abraham's name of the place. God will see. God's name, the Tetragrammaton, Yireh, Jerusalem. En zoals we bij andere gelegenheden al hebben besproken, komt de eerste deel van de naam van Jeruzalem van de naam die Abraham geeft aan die plaats, Jeru. Namelijk, hij zal zien, de Heere zal zien, of de Heere zal erin voorzien. We'd like to be even-handed here. Let's not just consider Abraham, but also Sarah. Maar we willen het gebalanceerd benaderen, dus laten we niet alleen kijken naar Abraham, maar ook naar Sarah. The context may not be so happy, but it certainly is clear. In Genesis chapter 16, verse 2, she says to her husband, "Behold now, the Lord God, the holy name, has restrained me from bearing." And she proposes that Abraham marry her handmaid, Hagar, as well, in order to have children through Hagar. In Genesis 16, vers 2, zijn de omstandigheden weliswaar niet zo optimistisch. Maar niet desalniettemin staat daar toch duidelijk de godsnaam in. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere, de vierletterige godsnaam, heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. En ze stelt voor dat Abraham slaapt met Hagar, om op die manier het nageslacht te verwekken. And when Hagar becomes contemptuous of Sarah after Hagar conceives, she says to Abraham in verse 5, may the Lord God, the holy name, the Tetragrammaton, judge between me and you. En als Hagar dan, nadat ze een kind gebaard heeft, minachtend doet tegenover Sarai, dan zegt Sarai tegen Abraham in vers 5 van hoofdstuk 16, laat de Heere, de heilige naam van God, de vierletterige naam, oordelen tussen mij en jou. We continue in this brief survey with the next generation, with Isaac. We kunnen korte stondige onderzoek voortzetten met de volgende generatie, namelijk Isaac. When Isaac digs a well in chapter 26, verse 22, and names it Rechavot, he says, for now God has made room for us and we shall be fruitful in the land. And again, God, the Lord, Tetragrammaton, the holy name. We zien in hoofdstuk 26, vers 22, dat nadat Isaac een put heeft gegraven, dan geeft hij die de naam Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen we vruchtbaar zijn in dit land. De Heere, wederom, de heilige vierletterige naam van God. And when after verse 24, when God appears to Isaac, and God appeared is also using the holy name, the Tetragrammaton, much as his father did
we read in verse 25. He built an altar there and called in the name of God. And calling in the name of God, proclaiming God's name to everyone, was calling in the name of God, the Lord, the Tetragrammaton, God's holy name. En net zoals dat we bij Abraham gelezen hadden, zien we ook bij Isaac in het volgende vers, hoofdstuk 26, vers 25 van Genesis. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan, of hij riep de naam van de Heere uit. Zij bouwde ook een altaar en maakte de naam van God, de heilige naam van God, bekend aan de mensen. In chapter 27... as the prelude to the blessing of his son. See, the smell of my son, in verse 27, is as the smell of a field that God, the Lord, the Tetragrammaton, the holy name, has blessed. En in Genesis 27, vers 27, zien we Isaac ook spreken als Jacob hem benadert en hij denkt dat hij Esau voor zich heeft. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Wederom de vierletterige heilige naam van God. Considering Isaac's wife Rebecca, once again, in chapter 25, after we read of Isaac and Rebecca praying to God, which also employs the Tetragrammaton, when Rebecca conceives and has a difficult pregnancy, she went to inquire of the Lord, God, the holy name, the Tetragrammaton. En we lezen ook van Rebecca, de vrouw van Isaac, in Genesis 25, vers 21 tot 23. Dat Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. De Heere is hier weer de vierletterige naam van God. En dat zien we nogmaals in het vers. En ook daarna, als de zwangerschap moeilijk gaat voor Rebecca, dan gaat zij de Heere raadplegen. Weer de naam van God. Considering the following generation, let's get an exhaustive survey. Jacob, as we noted, is given the names El Shaddai, God Almighty, as we've rendered it, in Genesis chapter 35. But in Genesis chapter 28, the first revelation of God to Jacob explicitly identifies God as I am the Lord, God, with the holy name, the Tetragrammaton. En laten we dit onderzoek helemaal sluitend maken. Laten we naar Jacob kijken. We hadden gezien dat God zich in hoofdstuk 35 openbaart als El Shaddai richting Jacob. Maar daarvoor nog, zelfs de eerste introductie van God aan Jacob in hoofdstuk 28, vers 13, zegt hij, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En daar staat wederom die heilige naam van God. And Jacob clearly got the message. In verse 16, he says himself, surely the Lord, God, holy name, the Tetragrammaton, is in this place. And when he takes his vow, it is ultimately a vow, as we read in verse 21, that the Lord, God, the Tetragrammaton, the holy name, will be my God. En Jacob heeft de boodschap duidelijk begrepen, want in vers 16 lezen we, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere, het tetragrammaton, de heilige naam van God, is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. En ook als hij een gelofte aflegt in vers 20-21, dan lezen we in vers 21, de Heere zal mij tot een God zijn. De Heere, wederom, de heilige, vierletterige naam van God. Since we noticed that in Genesis chapter 49, in Jacob's blessing to Joseph, he uses the names El Shaddai, we should note that in verse
18, he explicitly uses God's holy name. I wait for your salvation, O Lord God, the Tetragrammaton. En aangezien we eerder in Genesis 49 bij de zegen van Jacob over zijn zoon Jozef hebben gezien dat hij daar de naam El Shaddai gebruikte, moeten we toch ook opmerken dat in vers 18 van datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 49, Jacob uitroept: op uw zaligheid wacht ik, Heere, waar Heere weer de vierletterige naam van God is. And finally, with our holy mothers, Leah and Rachel, we'll note that in Genesis chapter 29, of Leah's first four sons, in naming three of them, Reuben, Simeon, and Judah, she refers to God by the Tetragrammaton in verses 32, 33, and 35. And de heilige moeders Lea en Rachel zijn de hekkensluiters hier. In Genesis 29 zien we dat Lea niet minder dan drie van haar vier eerstgeboren zonen een naam geeft en daarbij verwijst naar de Heere, waarbij dat weer de naam van God is, de heilige vierletterige naam, namelijk Ruben, Simeon en Juda in vers 32, 33 en 35. As does Rachel when Joseph is born in chapter 30, verse 24. En zo verwijst ook Rachel naar de Heere, naar de heilige naam van God, als Jozef aan haar geboren wordt in Genesis 30, vers 24. Ze zei: mogen de Heere mij nog een zoon geven. So simply to summarize, we see clearly the meaning of the comparison between how God was revealed to the patriarchs and how God is revealed to Moses at the time of the Exodus is not a question of being aware of a name or not being aware of a name. That's not possible. Dus aan het einde van dit onderzoek kunnen we concluderen dat ons uitgangspunt in Exodus 6, die tegenstellingen die we lazen over El Shaddai als naam, waarmee hij zich bekend had gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob, en de naam van God, de Heere, dat die tegenstelling die we daar vinden niet een kwestie is van simpelweg een naam kennen. But there is another alternative. When we consider exactly what it is that God said, returning to our point of origin in Exodus chapter 6, I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty. One could render the Hebrew also as through God Almighty. That's not necessarily simply a name. That's a modality. That is a manner of interfacing with God. How God is revealed in the world, not simply a name. Maar we hebben nog een mogelijkheid als we kijken naar Exodus 6, vers 2. Waarbij we dan lezen: ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen. Niet zozeer als God de Almachtige, maar door God de Almachtige. Waarbij dat dan betekent in de hoedanigheid van God de Almachtige, El Shaddai. God openbaart zich als El Shaddai aan hen. To consider what that might mean, we need to consider what these names, El Shaddai, mean. En om te kunnen waarderen wat dat betekent, moeten we begrijpen wat die naam, of die namen, El Shaddai, betekenen. Now, you might be wondering, how can you know what a name means? En je kunt je misschien afvragen, hoe kunnen we nou weten wat een naam betekent?
But the truth is, it's important for us to appreciate neither of these, in any literal sense, are names. Maar we moeten beseffen dat geen van deze dingen, geen van deze namen zijn daadwerkelijk namen. They are more descriptions, and the descriptions can be traced etymologically through the meaning of the underlying roots in Hebrew. Het zijn eerder beschrijvingen dan namen, en zo kunnen we de betekenis van die namen of beschrijvingen herleiden door te kijken naar de woordstammen in het Hebreeuws. Zo kunnen we de betekenis etymologisch herleiden. A few weeks ago we noted the meaning of El as it is dramatically made clear in Genesis chapter 31 in verse 29. We hebben enige tijd geleden gezien wat de betekenis van de naam El toen we keken naar Genesis 31 vers 29. Laban has pursued Jacob and his family, and he charges him ominously in verse 26, "What have you done?" And in verse 29, he warns him, "It is in the power of my hand to do you hurt." Were it not that God told me I'm not allowed to. En daar in dat hoofdstuk lezen we dat Laban op hoge poten naar Jacob toekomt. In Genesis 31 vers 26. Wat heb je gedaan dat je mij bedrogen hebt en mijn dochters als krijgsgevangenen hebt weggevoerd? En dan in vers 29. Het was in mijn macht je kwaad te doen. Maar de God van je vader heeft het verhoed. In the power of, in Hebrew, is Le'el. The same root as the name we've applied to God, or the description we've applied to God, of El, God. En die uitdrukking in vers 29, het was in mijn macht, dat is Le'el, met dezelfde stam als het woordje El, die wat wij vertalen als God. It's instructive for us to consider what that means, why this is used as the name of God. Het is heel informatief voor ons om te weten waarom dit woord nu juist gebruikt wordt om God te beschrijven. El is a word that means power, source of power. And we look around the world, not just at the hand of Laban, but on manifold planes, we see many sources of power manifest in this world. We zien dus dat het woordje El iets betekent als macht of kracht. En we zien op vele plekken om ons heen niet alleen Laban, maar ook vele andere machten die heerschappij voeren over deze wereld. When we extrapolate from the various sources of power we discern in this world to the supreme source of power who transcends this world, we call that supreme transcendent source of power El, meaning God. Wanneer we om ons heen kijken en al die machthebbers zien op de aarde en we extrapoleren die macht, dat wil zeggen we trekken die vergelijking met die macht door naar het allerhoogste wezen dat macht bezit, dan krijgen we een indruk van de allerhoogste machthebber van hemel en aarde. En die noemen we dus El, macht. But then appreciate that while we use it as a name, it's really a description that derives from what we see here in this world, extrapolating to the divine. Maar wil erbij wel benadrukken dat El dus een naam is
waarbij we macht zien als een extrapolatie, een verder doortrekken van wat we om ons heen zien in deze wereld. En we trekken dat dus door naar een goddelijk niveau. The etymology of Shaddai is a bit more elusive and is subject to a broad-ranging variety of opinions among the scholars. Het herleiden van de naam Shaddai is wat lastiger en ook onderwerp van debat tussen verschillende geleerden. But the one that I'd like to share with you, which I think may strike at the essence of what we're discussing here, is that Shaddai comes from the Hebrew root Shaddad. Maar het inzicht wat ik hier met jullie wil delen, zal ons veel openbaren over de naam Shaddai. En dat inzicht gaat ervan uit dat Shaddai is afgeleid van de Hebreeuwse woordstam Shaddad. Now this sounds awfully strange and maybe even shocking, because Shaddad means to spoil, to plunder, to rob. En dit klinkt misschien wat vreemd en schokkend voor u, want die woordstam Shaddad betekent zoiets als uitroeien, verwoesten, beroven. From that root, Shaddad, Shudad, we read in Isaiah chapter 15, verse 1, that Ar of Moab is spoiled, the Kir of Moab is spoiled. En we lezen dit woordgebruik in Jesaja 15, vers 1, als daar staat, Ar Moab is uitgeroeid en Kir Moab is uitgeroeid, waar uitgeroeid dus van Shaddad komt, Shaddu. In Psalm 91, verse 6, the pestilence that spoils at noonday, in Hebrew, Yashud, same root. In Psalm 91, vers 6, heerst een plaag en ook daar is het stamwoord van Shaddad. And both Isaiah and Joel, Isaiah chapter 13, verse 6, Joel chapter 1, verse 15, use exactly the same expression. It has a ring of alliteration in the Hebrew, describing the day of the Lord as one of spoiling from the Almighty. In the Hebrew, Shod Mishaddai, spoiling, plundering. En zowel Jesaja als Joel gebruiken een vergelijkbare uitdrukking, waarbij een woordspeling uit het in het Hebreeuws naar voren komt. Even kijken. Weeklagen, want de dag van de Heer is nabij, als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Waarbij dus verwoesting en Almachtige dezelfde woordstam delen. Indeed, even the word Shaddai itself is not necessarily only used as a name of God. In the first chapter of Ezekiel, when Ezekiel describes the vision that he beholds, and he speaks of the great noise, the Hebrew is Kekol Shaddai, which could be rendered as the voice of the Almighty, but maybe more accurately, simply a mighty noise, because Shaddai means mighty, not just almighty, just mighty in general. And in Ezekiel 1 lezen we ook nog eens dat Shaddai ook niet is voorbehouden om alleen maar de titel Almachtige te zijn voor God. We lezen daar in mijn vertaling overigens wel de stem van de Almachtige, Kol
Kol Shaddai. Maar het, je zou ook kunnen zeggen een machtig geluid. Zou ook een uitstekende vertaling zijn, waarbij dus Shaddai simpelweg machtig betekent. Dat is ook wat het betekent. What does all this mean? Why in the world would we be employing a Hebrew root that means to spoil, to plunder, as a way of referring to God? Wat betekent dit? Waarom zouden we een woord dat zoiets als verwoesten of uitroeien betekent gebruiken om God te beschrijven? This is a crucial insight into what the implications are of names that are rooted in this world, descriptions of what we encounter in this world. En dit is belangrijk om te weten wat dit soort namen betekenen. Namen die alleen maar te begrijpen zijn aan de hand van de dingen die we zien in de wereld om ons heen. What we encounter in this world, in short, is a system. A system, of course, created by God. But a system. A system we call nature. Want wat we tegenkomen hier om ons heen in deze wereld is een systeem. Een systeem gemaakt door God, maar desalniettemin een systeem. En we noemen dat systeem natuur. It's important for us to appreciate that when we speak of nature, we certainly don't imply in any way something that operates on its own independently of God. Het is belangrijk voor ons om te beseffen dat als we spreken van natuur, dat dat niet een iets is wat op zichzelf staand is en uit zichzelf opereert los van God. When we speak of nature, we're speaking of an instrument created by God and controlled by God. Wanneer we spreken van de natuur, dan hebben we het over iets wat geschapen is door God en beheerst wordt door God. But when God operates through the system, for the most part, we see the system in operation as an ordinary and seemingly impersonal system at work in the world. Maar wanneer we God door die natuur heen zien werken, dan zien we eigenlijk niet God, maar die natuur zelf werken als een soort anonieme kracht. Except of course that God intervenes. Maar natuurlijk is het zo dat God ingrijpt. God despoils the system. God plunders the system. God manipulates the system of nature as the means through which he provides salvation to the righteous, to those who revere him, and punishes the wicked who rebel. En God grijpt in door dat systeem, de natuur heen, door het systeem teniet te doen, te gronden te richten, te verwoesten, het te manipuleren, om zo de kwaden in deze wereld te straffen. Many scholars would say that anytime God bestows reward and punishment, it is such a miraculous manipulation of the system, because if the system is impersonal, reward and punishment are a departure from that impersonal system to bestow reward or punishment upon those who are worthy of it. En iedere keer wanneer de natuur zeg maar een beloning uitkeert of straf toekent aan iemand op basis van zijn gedrag, dan is dat eigenlijk niet helemaal onpersoonlijk meer. Dan zit daar toch iets achter, een motivatie om straf toe te kennen of beloning toe te kennen. For our purposes, the crucial point to appreciate is,
When God plunders the system, that means, of course, there's a system to plunder. En wat het voor ons in ieder geval betekent is dat als God het systeem kan plunderen of teniet doen of buiten werking kan stellen, dan is er in ieder geval een systeem. Plundering the system is God working through nature. Dus als God het systeem plundert of buiten werking stelt, dan werkt God door de natuur heen. Not negating the system of nature. Het is niet zo dat hij de natuur ontkent of helemaal teniet doet. Hij manipuleert het. Hij wijzigt de koers. A good illustration is in Psalm 91, which indeed begins by referring to God through the name Shaddai. Once again, the plunderer, the spoiler. In Psalm 91, vers 1 lezen we: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige, in de schaduw van Shaddai. Speaking of one who dwells in the covert of the Most High, who abides in the shadow of Shaddai, the Almighty. En het spreekt daar dus van iemand die een schuilplaats heeft bij de Allerhoogste en in de schaduw van de Almachtige El Shaddai, van Shaddai overnacht. And we read in verses 3 and 4, he will deliver you from the snare of the fowler, from the noisome pestilence. En we lezen in vers 3, want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Verse 4, he will cover you with his pinions, and under his wings shall you take refuge. En vers 4, hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Well, obviously, that means the snare is still there. The pestilence still exists. The wings provide you with protection because outside, all of the forces that could otherwise be endangering you are still there. The system exists. It's just being plundered, being controlled by the providence of God. Dat betekent dus dat de strik van de vogelvanger en die zeer verderfelijke pest er nog steeds zijn. Je kunt er alleen beschutting ervoor zoeken en de toevlucht ervoor nemen onder de vleugels van de Almachtige. Maar buiten die schuilplaats zijn die dreigingen er nog wel, die dreigingen van dat systeem. Het is echter dus zo dat God dat systeem plundert, manipuleert en zo bescherming biedt. This in particular is the way God made himself manifest to our holy fathers and mothers, to the patriarchs and matriarchs. En dit is de wijze waarop God zichzelf openbaarde aan onze heilige voorvaderen en moeders, de patriarchen en matriarchen. As we read in the first book of Chronicles in chapter 16, and this is a song, a poem that appears almost identically in Psalm 105. We lezen uit 1 Kronieken 16 en daar staat een lofzang van David die nagenoeg identiek is aan Psalm 105. In the version in Chronicles in verse 16, the covenant which God made with Abraham and his oath unto Isaac. In verse 17, he established it unto Jacob for a statute, to Israel for an everlasting covenant. So we have here Abraham, Isaac, and Jacob.
In vers 16 en 17 lezen we dat God denkt aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening voor Israël tot een eeuwig verbond. Dus we hebben in deze twee versen gezien dat zowel Abraham, Isaac als Jacob genoemd worden. And in a continuation, as they went from nation to nation and from one kingdom to another people, in verse 21, he suffered no man to do them wrong. For their sake, he reproved kings. Touch not my anointed ones, and do my prophets no harm. En in het vervolg lezen we in de versen 20 tot en met 22 dat zij van volk naar volk zwierven en van het ene koninkrijk naar het andere volk. En God liet niemand toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen en zei: raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. He suffered no man to do them wrong, because otherwise those men could have. He reproved kings, because otherwise those kings could have. Touch not my anointed man ones, because there are those who could have touched them and could have done harm to the prophets. The system is still there. God has not negated the system. He is controlling it. He is manipulating it. He is plundering, spoiling it. And God staat dus niet toe dat iemand de aartsvaders onderdrukt en hij bestraft koningen omwille van hen, omdat zij dat anders hadden kunnen doen. Iemand had hen kunnen onderdrukken en koningen hadden hen kwaad kunnen doen. Net zo raak mijn gezalfde niet aan en doe mijn profeten geen kwaad. Ook daar blijkt uit dat het systeem en de natuur of die personen die hier zijn nog steeds kwaad hadden kunnen doen aan de aartsvaders. Maar God gebruikte het systeem, buiten het uit, manipuleerde het om hen te beschermen. Maar hij stelde het niet volledig buiten werking, de natuurwetten. This again is the way God appeared to Abraham, Isaac and Jacob as God Almighty. Not simply a matter of the names, but the modality. The manner in which God is manifest is through the system, through manipulating the system. En nogmaals, dit is dus de wijze waarop God bekend was bij Abraham, Isaac en Jacob. Als iemand die het systeem van de natuur manipuleert, bewerkt, beheerst. En op die wijze zijn invloed kenbaar maakt en zich openbaart. The names are descriptions that come from within this world, because it is God operating within this world, within the system. De namen, de beschrijving van God daarvoor, die beschrijvingen die komen uit wat we zien om ons heen, uit deze wereld, omdat de openbaring van God onder de naam El Shaddai ook door datgene heen is wat we om ons heen zien, namelijk dat systeem van de natuur. This, as opposed to God's holy name, the Tetragrammaton. En dat is in tegenstelling tot wat het geval is bij de heilige naam, het Tetragrammaton. We don't have time right now to discuss at length the etymology of the way we refer in Hebrew to God's holy name, Shem HaMeforash. We hebben geen tijd nu om te bespreken op welke wijze we relateren exact aan die naam. Shem HaMeforash. But what we'll note for our purposes is Meforash implies something that sets God entirely apart from anything else that we know in the world. Maar wat we kunnen opmerken is dat Meforash iets aanduidt wat God compleet apart zet van alles wat ons bekend is. Hij is buiten alles wat we kennen.
in contrast to names like El and Shaddai and all the rest that are descriptions that essentially are rooted in this world. The holy name, the Shem HaMeforash, is God's proper name. It doesn't have anything in common with anything in this world at all. In tegenstelling tot de oorsprong van de naam El Shaddai, die gebaseerd is op dingen die we om ons heen zien in deze wereld, heeft de naam, de vierletterige naam, helemaal niets van doen met iets wat wij kennen. Het is Gods eigen naam, totaal uniek en apart, los van wat dan ook maar bekend is aan ons. Again, the other names, all of them, are extrapolations from what you experience, what you describe in this world. Alle andere namen voor God zijn beschrijvingen die gebaseerd zijn op wat wij hier ervaren en kunnen beschrijven in deze wereld. The holy name is not. De heilige naam is dat niet. You don't get to it through anything in this world or through any process of reasoning and extrapolation. Je kunt op geen enkele wijze bij die naam belanden door te kijken naar iets om je heen uit de natuur of op een andere wijze of door een extrapolatie te maken, een bepaald concept door te trekken. Indeed, you can only get to it through prophecy. Je kunt deze naam alleen maar bij deze naam aankomen door profetie. You get to it through divine revelation. Because divine revelation, likewise, is not something that's part of the system. It's something that nature can never explain or even justify. But to the extent that you experience divine revelation, you have experienced God Himself directly, the holy name. En je kunt dus alleen maar bij die vierletterige heilige naam van God aankomen door goddelijke openbaring. En wanneer je dan ook maar iets van goddelijke openbaring ervaart, iets goddelijke openbaring is dus per definitie iets wat niet door de natuur heen zichtbaar wordt. Hey, dus je ervaart iets bovennatuurlijks, dat is iets wat je ervaren hebt van de heilige naam. Now, you might say that sounds awfully demoralizing because we're not prophets. En je zou kunnen zeggen van ja, dat maakt me een beetje neerslachtig, want ja, we zijn geen profeten. True, we're not prophets, but we do experience the prophetic experience vicariously through the words of the prophets that teach us. And that teach us specifically this dimension. God, not merely as part of the system, but as transcending the system. En dat is waar. We zijn niet allemaal profeten, maar we kunnen wel iets van die goddelijke openbaring ervaren. En dat ervaren we ook door de woorden van de profeten. Die door hun woorden God schetsen en duidelijk maken als iemand die niet onderdeel is van het systeem, maar boven het systeem van de natuur uitstijgt. It's not simply a matter of it being a name as opposed to a this worldly description. It is a name that indicates for us that direct experience of God that can only be understood in terms of itself, not in terms of anything in this world. En die vierletterige heilige naam van God is dus niet alleen maar iets wat wij associëren met de term naam hier in deze wereld. Maar het is een goddelijke ervaring, een openbaring op een wijze die van hem uitgaat en absoluut onvergelijkbaar is en niet kan ontstaan uit iets wat we om ons heen kennen. Het staat indeed op zichzelf. It's in this manner
that we can well appreciate what Moses asks God and what God answers him 3 chapters ago in Exodus chapter 3 at the burning bush. When Moses' question, which seems a strange one, is, when I come unto the people of Israel and shall say unto them, the God of your fathers has sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? The name, what difference does it make? En we kunnen nu misschien ook waarderen wat er 3 hoofdstukken eerder staat als Mozes de brandende braamstruik heeft gezien. En hij zegt dan tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En dat lijkt een vreemde vraag. Wat is dan zijn naam? Wat doet dat ertoe? Upon reflection, it's actually very similar to what we see in Exodus chapter 6. That is, Moses recognizes it's not about a name, simply a word spoken. It's a matter of the modality through which God is revealed. Als we het wat beter analyseren, dan zien we de gelijkenis met wat we in hoofdstuk 6 lazen. De naam gaat niet simpelweg om een uitgesproken woord of iets dergelijks, maar op de wijze waarop God zich manifesteert te midden van ons. God has been revealed, Moses knows, through the system, through the worldly descriptions that have given him the names we already know. Not simply names, the modalities we know. El Shaddai, God Almighty. Moses knows his heritage. Is that what's continuing now? Is that the modality that is to be revealed to the people of Israel, attendant to the Exodus? En Mozes vraagt zich dus af. Hij is bekend met de wijze waarop God zich voorheen heeft geopenbaard door het systeem van de natuur heen. Hij herkent zijn erfenis, de verhalen van de patriarchen. En hij vraagt zich af, is dat de wijze waarop u zich opnieuw zult manifesteren? Of zal het wellicht op een totaal nieuwe manier zijn? Wat moet ik zeggen tegen het volk? Hoe zult u zich manifesteren? Opnieuw als El Shaddai of iemand die het systeem van de natuur manipuleert en zich daardoorheen openbaart? En God in Exodus chapter 3, verse 14, responded not so differently from the contrast that we saw in chapter 6 by saying to Moses, I am that I am. In the Hebrew, and the words in the Hebrew are likewise considered to be holy names of God, Ehye, Asher Ehye. These names are etymologically linked to the Tetragrammaton. They come from the same root. I am that I am. I'm not defined in terms of anything else. This is not a description. This is not simply part of the system. En het antwoord dat Mozes krijgt in Exodus 3, vers 14, lijkt verdacht veel op het antwoord wat hij krijgt in hoofdstuk 6. God zegt niet, geeft aan dat hij zich niet als de God van uw vader zal openbaren, maar hij zegt, ik ben die ik ben. En in het Hebreeuws is dat Ehyeh Asher Ehyeh. Ik ben die ik ben. En ook dat zijn heilige namen van God. En die zijn etymologisch ook verwant aan de vierletterige godsnaam. En ze staan ook op zichzelf. Ze zijn niet verwant aan iets wat we hier op aarde kennen als referentiepunt. Het is een klasse apart.
all the descriptions, like God Almighty, El Shaddai, all the extrapolations are essentially continuous with this word. The Holy Name is a discontinuity. It's not continuous with this world. It transcends this world entirely. Alle namen van God die we kennen, zoals bijvoorbeeld El Shaddai, zijn een voortzetting, een extrapolatie van dingen die we kennen in deze wereld. Ze bouwen voort op concepten die we om ons heen kunnen zien, maar de Heilige Godsnaam is dat niet. Het staat op zichzelf en heeft geen enkel referentiepunt in deze aarde. Het stijgt totaal boven deze aarde uit. What essentially is this discontinuity that transcends this world? Wat is dan die kwaliteit die niet in overeenstemming is met discontinu is met de natuur, de wereld om ons heen die we zien? I'll respond on two levels that are closely linked. En dan wil ik op twee verschillende niveaus antwoorden die direct met elkaar te maken hebben. 1. Psalm 33, verse 6. By the word of the Lord God, the Tetragrammaton, God's holy name, were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. Creation. God as creator is obviously not part of the system. It is creating the system. Ex nihilo, from nothing. That's exactly what this verse is saying. And that is God's holy name, because it's not part of the system. It's creating it. En het eerste antwoord, dan citeer ik Psalm 33, vers 6. Door het woord van de Heere, de vierletterige godsnaam, is de hemel gemaakt door de geest van zijn mond heel hun legermacht. En dan zie je dus dat de hemel is gemaakt door het woord van de godsnaam. Hij is de schepper en hij maakt de schepping. Dus hij is niet onderdeel van de schepping, maar de schepping komt uit hem voort. En daardoor is die heilige godsnaam stijgt ook boven de natuur uit, boven de schepping uit. The second related level, as we see it expressed in the opening words of the Decalogue at Sinai, I am God, your Lord, God, the Tetragrammaton, God's holy name, the God of revelation, as we already noted. Revelation isn't part of the system either. Revelation transcends the system. Revelation negates the system. En de andere schrifttekst die ik aan wil halen is aan het begin van de 10 woorden die het volk hoort vanaf de berg in Exodus 20, vers 2. Ik ben de Heere uw God. En daar staat die naam, die godsnaam voor de God van openbaring. En openbaring in zijn aard is ook niet kenbaar vanuit het systeem van de natuur. Het stijgt er per definitie al bovenuit. Of course, we'll stress that it's I am God your Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Natuurlijk lezen we ook het vervolg. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. That too is divine revelation. The entire process of the Exodus. This is not part of the system. This is negation of the system. En die uittocht uit Egypte is ook goddelijke openbaring. Iets wat boven het systeem uitstijgt. Het systeem daadwerkelijk buiten werking stelt. Hè, als tegenstelling van het manipuleren of beheersen. Nu gaat het buiten het systeem om. Het overstijgt het. I said that both these levels, creation and revelation, are linked. And of course they are, because
They are both discontinuities. En ik zei dat zowel schepping, het argument van de schepping als het argument van de goddelijke openbaring nauw met elkaar verwant zijn. En dat zijn ze natuurlijk omdat ze niet discontinu zijn ten opzichte van de natuur. Ze zijn niet in harmonie met de natuur. This is a subtle but crucial point. All the other names signify the way we encounter God as part of the system. And it becomes perfectly legitimate then to understand how these manifestations of God are continuous with what came before. But when you consider the Exodus, when you consider divine revelation generally, there's nothing that came before other than the will of God. The same as creation. There's no before. Creation is the ultimate discontinuity because it's a starting point. The Exodus, divine revelation, they are starting points as well. Nogmaals, dus alle namen, alle andere namen van God die we kennen, is openbaring van God door het systeem van de natuur heen. En nu op dit punt, als de Exodus gaat beginnen, vindt er een openbaring plaats van God die discontinu is en totaal niet in harmonie is met de natuur, net zoals dat zo was op de dag van de schepping. De dag van de schepping is ook niet in overeenstemming met de natuurwetten, want toen werd de natuur namelijk uit het niets geschapen. En net zo nu, aan het begin van de Exodus, vindt er een goddelijke openbaring plaats die zijn weerga niet kent in vergelijking met de schepping. Het is ook een startpunt. Er is geen referentiepunt voor dat waaraan je zou kunnen weten hoe dit eruit gaat zien. This is an idea that admittedly warrants a lot more elaboration than we can accommodate in the time available. But to consider this briefly, in light of Deuteronomy chapter 4. En dit is misschien iets wat meer uitleg vraagt dan ik gezien de tijd op dit moment kan geven. Maar laten we nog even kijken naar Deuteronomium 4, vers 32. Specifically, from verse 32. Since the day that God created man upon the earth, from the heavens, the end of the heavens to the other, has there ever been anything like this? Like what? Verse 33, people hearing the voice of God speaking out of the midst of the fire. Revelation. Verse 34, God coming and taking him a nation from the midst of another nation. The Exodus. These are recreations of creation itself. In Deuteronomium 4, vers 32, vraag immers toch naar de vorige dagen die voor u geweest zijn vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft. Van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel, of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is. En waar gaat het dan om? Vers 33, heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur zoals u gehoord hebt en daarbij het leven behouden? Stem uit het vuur is goddelijke openbaring. En in vers 34, ten tweede, of heeft God ooit getracht om voor zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen? Met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de Heere uw God dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft. De Exodus. Goddelijke openbaring en de uittocht, de Exodus, zijn herscheppingen, zo je wilt. Refererend dus naar vers 32, vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft. Remember,
Moses' second complaint. Why did you send me? Everything's just gotten worse. Since I came to Pharaoh to speak in your name, he has dealt ill with this people. Herinner je deze tweede klacht die Mozes uitte? Waarom heeft u mij gestuurd? Want vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en u hebt uw volk helemaal niet gered. God says to Moses, your complaint would indeed be justified if what you expected were simply part of the same continuity, which is the manner in which I was revealed to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty. And then as part of a natural process, manipulating nature, but not negating nature, you would expect that after you came, things should start to get a little bit better, and then a little bit better yet, and still better than that, until eventually things would be very good. En Gods antwoord op deze klacht van Mozes is als het ware van ja, je klacht zou terecht zijn geweest als ik nu door zou gaan mij te openbaren op de manier zoals ik mij eerder ook heb geopenbaard. Namelijk als iemand die door de natuur heen werkt. De natuur, het systeem van de natuur manipuleert en uitbuit. Dan zou je namelijk zien dat de situatie nadat je naar de farao bent gegaan een klein beetje beter zou worden. En daarna nog een beetje beter en nog een beetje beter totdat het uiteindelijk heel goed zou zijn. That's God Almighty. That's continuity. That's not what's happening. Dat is de wijze van openbaring van El Shaddai, van God de Almachtige. In harmonie, in overeenstemming met de natuur, door middel van openbaring door de natuur heen. Maar dat is niet wat er staat te gebeuren. I'm telling you, I am God, the Tetragrammaton. That is completely discontinuous with anything you've seen. That's God as creator. That's God as the author of revelation. That's not going to fit into any system. That's the utter negation of the system. There is no system at all. En God zegt tegen Mozes, ik ben de Heere, de vierletterige heilige naam. Ik ben discontinu met de natuur. Ik sta op het punt mij te openbaren op een manier zoals dat nog nooit eerder gezien is. Ik stel de natuur buiten werking in plaats van er doorheen te werken. So things are really going to keep on getting worse and worse. Naturally. As part of the system. Continuity. Until the Exodus takes place. In a blaze of some such glory that you could not possibly have anticipated it before. En dus zo vindt het systeem, de natuur vervolgt zijn weg. En geleidelijk aan wordt de situatie steeds slechter. In overeenstemming met de natuurlijke gang van zaken. Tot het punt van die Exodus als God zich openbaart en iets doet wat ongekend is tot dan toe. Een herschepping, een nieuw begin, nieuwe schepping. So I'm telling you, I am God, the Tetragrammaton, the Holy Name, and I'm telling you to tell the people of Israel the same. Dus ik vertel jou, ik ben de Heere, de heilige vierletterige naam, het Tetragrammaton, en vertel Israël hetzelfde. Why didn't God reveal this to Abraham, Isaac, and Jacob? They knew the name, but they didn't know the modality. Why not? En waarom openbaarde God dit niet aan Abraham, Isaac en Jacob? Ze kenden wel de naam, maar niet de hoedanigheid waardoor God zich openbaarde. Perhaps the simplest answer is, they didn't need it. En waarom zou dat zijn? En misschien is het simpelste antwoord daarop,
Ze hadden het niet nodig. Het was in hun situatie niet nodig. Their faith in God was so pure and so complete that even if they would have experienced in their lives no miracles at all, indeed, nothing but anguish and travail, their faith in God would have not been adversely affected at all. They didn't need any miracles. Wellicht dat het antwoord is dat hun geloof zo volmaakt en puur was dat zij helemaal geen wonderen nodig hadden. Zelfs als hun leven gevuld zou zijn geweest met kwellingen en pijn, dan nog was hun geloof zo groot dat zij geen wonderen nodig hadden om de relatie voor te zetten. They didn't. But the nation as a nation does. And the world does. Zij hadden dat niet nodig, maar de natie Israël, zoals die natie nu is, had dat wel nodig. En de rest van de wereld ook. We're not going to be treated to the miracles of the Exodus in every single generation. We worden niet getrakteerd op de wonderen zoals die plaatsvonden bij de Exodus in iedere generatie. That would completely negate our free will and our responsibilities. Dat zou compleet onze eigen vrije wil en onze eigen verantwoordelijkheden buiten werking stellen. But it is important for us to know there was that time when the system was completely negated. Maar het is belangrijk voor ons om te weten dat die tijd er is geweest dat het systeem totaal buiten werking werd gesteld. And it's not only that Israel will know. In Exodus chapter 7 verse 5, the Egyptians shall know that I am God, the Holy Tetragrammaton, the Holy Name. En het is niet dat alleen Israël het zal weten, maar in Exodus 7 vers 4 staat dat ook de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, de vierletterige heilige naam van God. Indeed, the whole process of the plagues in chapter 7, verse 17, with respect to the plague of blood, in this you will know that I am God. Zo lezen we ook in hoofdstuk 7 van Exodus, vers 17. Zo zegt de Heere, hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. In chapter 8, verse 6, that you may know that there is none like unto the Lord, unto God, the Tetragrammaton. En in hoofdstuk 8, ik heb de referentie even niet, maar u zult weten dat ik de Heere ben en... zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. In verse 18, to the end that you may know that I am, again, God, the Tetragrammaton, in the midst of the earth. En dat je zult weten dat ik de Heere ben in het midden van de aarde. Chapter 9, verse 14, that you may know there is none like me in all the earth. In Exodus 9, vers 14, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. And so it goes, knowing God's name. In verse 16, that my name may be declared throughout the earth. In verse 29, that you may know that the earth is God's. En in 9 vers 16, juist hierom heb ik u laten bestaan om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekend gemaakt zal worden op heel de aarde. En in vers 29, zodat u weet dat de aarde van de Heere is. Ultimately, as expressed in chapter 10 verse 2, that you may know that I am the Lord, God, the Tetragrammaton. En uiteindelijk in Exodus 10, vers 2, dan zult u weten dat ik
de Heere ben. De Heere, de heilige vierletterige Godsnaam. It is of utmost importance for us to be able to perceive God in the system, in nature. Because for the most part, that's what we see. Het is ontzettend belangrijk voor ons om God te herkennen in de natuur, als iemand die werkzaam is door de natuur heen. Want voor het grootste gedeelte is dat zoals God werkt. But at the time of the Exodus, the time came for a new modality to be revealed. I am God, the holy name, the Tetragrammaton. Not God in nature, but God beyond nature, transcending nature. Maar de tijden van de Exodus was er een tijd van openbaring in een nieuwe hoedanigheid, die van de Heere, de vierletterige heilige Godsnaam. Niet als iemand die werkt door de natuur heen, maar die totaal boven de natuur staat en erover heerst. The change is certainly not a change in God, but it is a crucial change in the world. En deze verandering is niet iets wat waardoor God zelf veranderd is, maar het is zeker een cruciale verandering in de wereldgeschiedenis. De wereld verandert erdoor. It is crucial for the world to know I am God. To know that God transcends the system, because God created the system, and that God is revealed, divine revelation, in this world, on a level, likewise, that transcends the system entirely. Het is zeer belangrijk, cruciaal voor ons mensen te weten dat God zich ook kan manifesteren als iets wat de natuur overstijgt. Iemand die totaal boven de natuur staat. En ook goddelijke openbaring geeft die buiten alles omgaat wat wij kennen. Once we know that, the way we relate to God, even within the system, in nature, is completely different. En wanneer we dit weten, dit grondig weten, dan wordt onze perceptie van God heel anders. Zelfs de wijze waarop hij door de natuur heen werkt, gaan we anders zien. It teaches us to see God's guiding hand in everything in this world. Once we have seen a glimpse of God's transcendence, we also see his immanence every single day, every single moment. Het leert ons om Gods hand in de dingen om ons heen te zien. Zijn sturende hand. Als we een glimp hebben opgevangen van zijn transcendente natuur. Hè, zijn natuur overstijgende kwaliteiten. Dan hebben we ook meer openbaring over hoe hij zich gedraagt door de natuur heen. En als we een indruk hebben van zijn natuur overstijgende kwaliteiten, dan ook meer van zijn nabijheid en betrokkenheid. Through this transformation, then, the world is ready for that greatest of all blessings, to be able to perceive God through everything that we observe in the world. En door dit middel heen wordt de wereld dan voorbereid om God te zien, geopenbaard te zien op alle mogelijke manieren door de dingen om ons heen. That, of course, is the greatest blessing. En dat is de grootste zegening. May we indeed invest the effort, seeing God's hand revealed, now that we've caught a glimpse of that transcendence, and be blessed. En mogen we zo ook die zegen te gelden maken en zijn sturende hand geopenbaard zien, nu we eenmaal een glimp hebben opgevangen van zijn
natuuroverstijgende aard. Mogen u alle gezegend zijn. God bless you. God zegen u.